Knokploegen, fascistische knokploegen. In Duitsland had je de SA, de Sturmabteilung. En in Nederland had je de WA, de Weerbaarheidsafdeling. En dit was de knokploeg van de Nationaal Socialistische Beweging, de NSB. Wie waren deze mannen? Daarover meer in deze video. De Nationaal Socialistische Beweging was een Nederlandse fascistische of Nationaal Socialistische Partij die werd in 1931 opgericht door de ingenieur Anton Mussert en zijn collega Cornelis van Geelkerken. De partij zag zichzelf niet als een partij, maar meer als een beweging die van Nederland een fascistische staat moesten maken. En in 1932 richtte Anton Mussert de Weerbaarheidsafdeling op, in het kort de WA. In artikel 1 van de statuten van de WA stond het volgende. Enerzijds het ontwikkelen van het gevoel voor orde, tucht, eer en dienstbaarheid der jongere NSB-leden. Anderzijds het verhogen van het weervermogen der beweging tegenover personen en instellingen welke haar aantasten. De WA-leden moesten orde houden. Zeker wanneer NSB-prominenten zich bevonden in moeilijke buurten. En moeilijke buurten, dat waren Nederlandse buurten waar ideologische of politieke tegenstanders van de NSB te vinden waren. Dus buurten waar veel socialisten of communisten woonden die niets met de NSB te maken wilden hebben. De leiders van de WA zeiden dat ze geen militaire doeleinden hadden. Maar dat zeiden ze puur om de Nederlandse regering tevreden te houden. Want zeiden ze dat niet, dan konden ze onmiddellijk op een verbod rekenen. Een ander doel was dat ze nieuwe leden van de NSB, veelal jongere leden, discipline wilden bijbrengen. Aanvankelijk had de groep zo'n 33 leden. Zij droegen zwarte pakken, dat wilde zeggen zwarte overhemden, zwarte dassen, een zwart colbert, zwarte broeken en zwarte leren laarzen. En zo marcheerden zij door de straten. Er is zelfs een lied van de WA. Tijdens bijeenkomsten deden zij renoefeningen, conditieoefeningen en beoefenden zij vechtsporten zoals judo en boksen. Ze werden geleid door een voormalige officier van het Nederlandse koloniale leger, het KNIL, J. Hogewind. Deze man had vaak geen controle over zijn beweging. En vaak waren er vechtpartijen tussen de WA en andersdenkenden in Amsterdam. 7 januari 1933 marcheerden zo'n 30 WA-leden door Utrecht. En dat was duidelijk om het huidige politieke systeem uit te dagen. Later werd door de Nederlandse minister van Defensie een verbod uitgevaardigd, waarin stond dat Nederlandse militairen geen lid mochten zijn van dan wel de NSB of de WA. Midden jaren 30 had de WA zo'n 1200 leden. Nou, die leden voelden zich op een gegeven moment vervreemd van de NSB. En het klopt, want Anton Mussert, de man die nota bene de beweging had opgericht, die wilde zich distantiëren van de WA. En dat kwam omdat er een uniformverbod aan zat te komen. Het was dus niet meer toegestaan om uniformen te dragen, tenzij je in het Nederlandse leger zat. Hoewel in dit verbond niet expliciet stond dat het om de NSB of de WA ging, was het toch wel duidelijk dat het daar om ging. De Nederlandse regering wilde een situatie zoals die zich in Duitsland had voorgedaan voorkomen. Echter was het Mussert die de WA zelf heeft ontbonden, om erger te voorkomen. De wet die toen is ingevoerd heet overigens de wet op de weerkorpsen en die bestaat nog steeds. Hij die in het openbaar kledingstukken of opzichtige onderscheidingstekens draagt of voert, welke uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 12 dagen of geldboete van de tweede categorie. En toen was het 10 mei 1940. Het Duitse leger viel Nederland binnen en op 15 mei gaf het Nederlandse leger zich over. Nederland was nu bezet door Nazi-Duitsland. En op diezelfde dag werd de WA weer opnieuw opgericht. En al snel pleegden de WA-leden geweld tegen Nederlandse Joden en andersdenkenden. Het kwam tot een climax in februari 1941 toen WA-leden Amsterdam introkken.
Daar wilden zij winkeleigenaren en café-eigenaren overtuigen van het feit dat ze bordjes moesten ophangen waarop stond verboden voor Joden. Veel winkeliers hadden daar geen zin in. De vroege avond van 11 mei 1941 marcheerde de WA zingend door de straten en wilden zij Joden aanvallen op Waterloopplein. Nu was het zo dat een Nederlandse communistische bende hiervan op de hoogte was. En zij besloten de Joden te beschermen en zetten de aanval in. Zij gebruikten daarbij ploerten, doders, knuppels, ijzeren staven en schijnen zelfs flessen met bleek te zijn gebruikt om de WA'ers op afstand te houden. Er schijnt zelfs geschoten te zijn. Er ontstond een hevige en bloedige vechtpartij die zo'n enkele minuten duurde. En na afloop lag een prominent WA-lid, Hendrik Koot, dood op de grond. De WA wilde een soort politiemacht worden, maar daar had de Duitse bezetter helemaal geen zin in. En dus werd de organisatie op een zijspoor gezet. Ze mochten de Duitsers assisteren, maar hadden nooit veel invloed. Tot 1943, want toen vertrokken veel WA'ers naar het Oostfront. Ze werden namelijk opgenomen in de gelederen van de Waffen-SS. En zij die in Nederland bleven, zij gingen deel uitmaken van Landstorm Nederland, die eerst nog Landwacht heette en nu Landstorm. Deze mannen hebben zich schuldig gemaakt aan moord en marteling van Nederlandse verzetsmensen. Als je nu meer wilt weten hierover, ga dan vooral even naar mijn Engelse kanaal. Ik heb een video gemaakt over Landstorm Nederland, die vind je hier. En als je meer wilt weten over de NSB, heb ik ook een Nederlandstalige video voor je. Die vind je hier. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.